lieve mensen van Convey Beauty, wat leuk dat jullie weer kijken. En vandaag is een soort van haul video waar ik jullie laat zien alles wat ik heb gekocht op vakantie. Wij zijn, zoals jullie weten of als jullie mij volgen op Instagram, wij zijn naar Italië geweest. Toscane, Rome, ook zijn we geweest in Frankrijk en Parijs. Wat ik heb gekocht in Italië, Frankrijk, ook gefilmd op TikTok. Maar ik dacht, ja, er zijn ook mensen die gewoon geen TikTok hebben. En genoeg mensen die dit soort filmpjes ook leuk vinden op YouTube. Of tenminste, ik hou ervan. Er zitten altijd wel nieuwe dingetjes dat je denkt van, oh, dat is interessant om te kopen. Niet altijd handig natuurlijk, want ja, daardoor koop je heel veel. Maar dat terzijde, ik dacht, ik ga het ook filmen voor YouTube, voor al mijn volgers op YouTube. So, yeah, let's start met deze haul. In Italië zijn we met name in Florence heel lang gebleven. En daar kan je zo goedkoop, eigenlijk heel Italië kan je super goedkoop, zowel supermarktdingen kopen, eten, drinken, super goedkoop. Echt een espresso voor 1 euro, een latte macchiato voor 2 euro, echt zo goedkoop. En tassen, alles is eigenlijk goedkoop. En als je naar Florence gaat, moet je echt een leren iets kopen. En ik zag deze twee tassen en je zal meteen zeggen van, oh oké, okay, dat zijn Hermes-achtige dupe. Het is ook een dupe, maar dit is niet dat fake of wat dan ook. Er zit geen logo hierop, het is gewoon een leren tas, made in Italy, met de vorm van ja, die tassen die we al kennen. En ik vond ze zo mooi, 50 euro. Het ruikt ook zo lekker naar echt leer. Het zijn allebei leer en ja, zo zo mooi. Deze draag ik al. Ja, super super mooi. Ze hadden verschillende kleuren, ze hadden ook verschillende andere modellen van datzelfde merk. Ze hadden ook de Birkin. Dupe. Ik vind de Birkin sowieso niet zo mooi. Misschien, ja, ik weet niet. Misschien unpopular opinion. Bij zo'n supermarkt heb ik deze schort gekocht. Super leuk. Heel girly. Ja, ik dacht, ik koop deze en kijk of dit mij motiveert om ja, wat meer te gaan koken. Ook in Italië hebben wij allemaal truffeldingen gekocht. Potjes met truffels erin voor 14 euro. Dus super, super goedkoop. Want in Parijs of in Nederland is het iets van 200 euro voor één truffel. Maar als je in Italië bent, moet je echt alles truffel kopen. Probeer gewoon de truffelsausen, truffel, echte truffels kopen. Als je het in ieder geval lekker vindt, probeer dat echt daar te kopen. Want het is echt de moeite waard. Wij hebben ook cacio e pepe sausen. Ik heb het niet meer. Ik heb het wel gefilmd voor TikTok. Dus als je echt, echt, echt heel graag wil zien hoe die potjes eruit zien, kijk naar mijn TikTok. Maar het is eigenlijk een potje saus. En dat hebben we ook gekocht van cacio e pepe. Dat is een populaire saus in Italië. We hebben ook pistachio cream gekocht. Dus is ook super populair als je in Italië bent. Dat kan je door croissants doen, taartjes. Alles zoets kan je dat in doen. En het is echt zo lekker. En goedkoop in Italië. We hebben pastas gekocht. Tonnerelli volgens mij heet het. In Rome hebben we die gekocht. En dat zou ja, het pasta zijn die ze gebruiken voor de cacio e pepe. Dus die hebben we ook meegenomen. En als je in Italië bent, echt dat soort pastas, gedroogde pastas, zijn zo goedkoop. En ze hebben alle soorten, alle kleuren, smaken. Het is, ja, als je daar bent, moet je het echt ook meenemen, een paar. Dat is dus een supermarkt, echt worth going. In de supermarkt hebben we ook deze tandpasta van Marvit. Ik heb veel goede dingen over gehoord en volgens mij is het een natuurlijke tandpasta. Ik heb ook de groene, maar die is nu in gebruik. En ik heb ook deze kleine blauwe. Ik ben benieuwd, ik ken dit merk niet, maar het wordt geproduceerd in Italië. Ook zeepjes, als je in Italië bent, moet je hun zeepjes meenemen. Die vond ik wel een beetje duur. De zeepjes waren echt wel duur. Of in ieder geval in Florence en in Toscane, waar wij zijn geweest, waren de zeepjes best wel duur. Ja, deze bijvoorbeeld voor 5 euro. Ruikt ontzettend lekker. Dit is wel, ja,
ongeveer de prijs die je ook betaalt hier in Nederland voor zo'n zeepje. Dus ik vond niet echt een hele goede deal voor zeepjes. Maar ze ruiken zo, zo lekker. Je gaat mij voor gek noemen, maar in Florence zijn we naar de Louewe geweest. De aankoop die ik heb gedaan bij de Louewe is niet wat je zou denken. Want ik heb een sjaal gekocht. Een wollen sjaal. En ik heb zoiets van, als je ziet wat je al jaren wilt, al jaren leuk vindt. En ze hebben de kleur, ze hebben het soort, koop het. Want vorig jaar wilde ik precies deze kleur met deze print logo. En ze hadden het echt nergens. Dit is ook de goedkoopste wollen sjaals die ze hebben. Ik wilde niet één duurdere variant. Zo, ik zag deze en ze hadden het ja, de hele winter niet. En het is net als de UX. Als je ze ziet en je wilt ze, koop ze meteen. Want straks hebben ze de maat niet. Hebben ze je kleur niet. En ja, dan heb je de hele winter niet. Zo. Ik heb deze gekocht in Florence. Eén plek waar je echt naartoe moet gaan als je in Florence bent, is deze plek. Ik weet niet of je het kan lezen. Dit is de Santa Maria Novella Officina Profumo Farmaceutica. Je zou denken, hier zitten allemaal medicijnen en drugstore dingen, maar nee. Ten eerste, de winkel is zo, zo mooi. Ten tweede, ze hebben ook zo'n hele licht ding aan de achterkant die je kan bezoeken. Echt super leuk. De kids vonden het heel, heel leuk. Maar hun producten zijn zo mooi, zo finesse, zo lekker. Ze hebben parfums. Ik ging voor deze. Dit is de Iris parfum. En het komt in deze hele mooie verpakking. Het lijkt op een boekcover die je zo open doet. Dit is echt heerlijk. Dit is de kleinste formaat parfum die ze hadden. Ze hadden dus een grotere. Dit is 50 milliliter. Oh my goodness. Dit ruikt zo, zo lekker. Blijft zo lang ruiken. Het is zo'n unieke, unieke geur die je echt nergens zal ruiken. Dus één tip als je gaat trouwen of als je een heel belangrijke event hebt in je leven. Dit plek is echt worth checking out als je in Florence bent. Volgens mij kan je zelfs online bestellen. Ik weet het niet zeker. Maar ja, het is handig als je de geuren ruikt. Want ze hadden heel veel. Ze hadden ook body lotion, zeepjes, allemaal dingen. Ik hoop dat ik nog een keer naar Florence ga voor een grotere verpakking van de andere geur. Want het is echt zo, zo lekker. I wish dat jullie het konden ruiken vanuit jullie scherm. Ik denk dat ik alles heb van Italië. Zo, we gaan verder naar Parijs. En daar heb ik echt de meeste dingen gekocht, zoals altijd. Ik ben als eerste sowieso naar de Biologique Recherche geweest. Dat is echt mijn favoriete skincare merk. Ever. Ik ging voor de lotion P50. Ja, dit gebruik ik al jaren. En hierin zit de serum placenta. Ik ga het niet openmaken, maar het zit gewoon hierin. Dit merk is gewoon wauw. Ik zie echt verschil ook elke keer als ik het gebruik. Bij Le Bon Marché, dat is een department store, heb ik deze borstel gekocht. Dit is Le Bon Bros. En dit is hun Rolls Royce onder de borstels. Ik ging eigenlijk voor de Mason Pearson. Dat kent iedereen. Dat is echt het borstel uit Engeland. Maar ik dacht, ik ga gewoon kijken. Ze hadden ook Mason Pearson. Maar iedereen had het over dit merk en hoe goed het is. En ik denk wat ook leuk is, is dat het komt in verschillende mooie kleuren. Ik heb de lila, of een beetje pastel lila kleur. Je ziet het, ik ben helemaal into de lila nu. Ik weet niet, misschien is dit ook wat meer innovatief, meer technologie erachter dan de meeste Pearson. Want die is wel jaren en misschien ook nog goed. Maar ik dacht, ik ga toch deze een kans geven. Made in France. Ze hadden verschillende soorten voor verschillende soorten haren. Dit is voor normal to thick hair. De 03 is dit. Ik had een goede borstel nodig. En ik hoop dat ik het heb gevonden eindelijk. En anders ga ik voor de meeste Pearson een andere keer dat ik in Parijs ben. Wat je echt moet doen als je in Parijs of in Frankrijk bent, is naar een kiosk en hun tijdschriften bekijken. Want
Bij hun tijdschriften krijg je vaak een cadeautje. Soms is het een tasje, een pouch, kettingen, van alles. En zelfs brillen. Ik ging kijken en ik zag dat de Vogue bijvoorbeeld had een Timeless Pearly ketting. Die heb ik al eruit. Als je graag wil zien wat erin zat, moet je echt de vlog van TikTok bekijken. Want ik heb alles al opgeruimd van de tijdschriften dan. Dit is ook super mooi om gewoon op de tafel te zetten in de woonkamer. Dus zo deze dacht ik is sowieso leuk. Dit was de Marie Claire. Hier zat ook een ketting en een armband in. Twee dingen. En dit was in totaal met de ketting 3 euro. Zo, ja, echt een betere deal kan je niet krijgen. Deze is niet zo mooi om in te bladeren. Maar ik wilde graag die ketting en die armband. En voor 3 euro dacht ik, ja, ik doe het. En in deze L zat een jurk. Een zomerse, een soort pareo. En dus die kan je gebruiken als sjaal, als jurk of als een rok. En dit was ook 3 euro voor de magazine en het jurk. So. Oh ja, ik ben vergeten deze te laten zien. Dit zijn kettingen en armbandjes die wij hebben gekocht in Rome. Deze waren allemaal 1 euro. In Rome kan je ook zo, zo goedkoop. Dit is echt zo'n evil eye. Is zo. Bij Smith & Son kan je ook tijdschriften en allemaal van die designerboeken. Wat eigenlijk Bijenkorf ook heeft trouwens. Maar daar zag ik deze hele mooie boek. Ik heb deze boek gekocht met name voor op de tafel in de woonkamer. Pas deze kleuren pas goed ja, in de woonkamer. Maar binnen, als je echt inbladert, zitten er allemaal hele mooie illustraties. Het is niet alleen een mooie boek om te zien op je tafel. Nee, het is ook een hele mooie boek om erin te bladeren. Super, super mooi. Paris to a Fashion Eye van Megan Hess. Door TikTok ben ik naar deze winkel geweest. Dit is Officine Universelle Bouly. En ja, leuk en aardig. Maar ze hebben mij daar echt gewoon compleet niet goed behandeld. Ik werd geholpen door zo'n Japanse vrouwachtig. En het eerste wat ze vroeg was, wat wil je kopen? Wat wil je zien? Ik zei, want eigenlijk wilde ik graag hun lipbalm. En dat is natuurlijk ook het enige wat ik zag. Ik ken het winkel verder niet. Dus ik zei, ja, ik wilde graag de lipbalm zien. Toen zijn we naar de lipbalms gegaan. En toen zei ze, wil je alleen de lipbalm? Ik zei van, ja. Want ik wist niet verder wat ze nog meer hadden. En ja, ik was er net. Dus ik zei van, ja, de lipbalm. Toen veranderde de stemming al. En toen, ja, ze vroeg aan mij welke kleur. Want je kan kiezen welke kleur pouch je wil. Je kan kiezen welke kleur van dit je wil en welke kleur dit en de initialen. Dus dat kan je allemaal kiezen. En toen heb ik het gekozen en ging ze weg. En ja, dat was het. Ze liet me gewoon daar staan. Terwijl alle andere mensen werden gewoon goed geholpen. Werden gewoon de winkel zien van dit zijn de parfums. Ze liet mij niks zien. Die vrouw was zo, zo raar. In ieder geval, dit is de lipbalm en je kan kiezen een initiaal. Ik heb CC gedaan van Chloe en Celine. En het is echt een mooie verpakking. Hier zit dan de lipbalm in en ja, het is echt een heel leuk cadeau. Zo als je iets zoekt. Ze hebben ook kammen die ze kunnen graveren en allemaal dingen die ze kunnen graveren. Echt heel mooi. Maar ja, het is niet. Ja, de sfeer is gewoon not it daar. Het is echt not it. Gewoon zo gaf ze het aan mij. En ik keek zo van, oké, krijg ik niet een tasje? Toen zei ze, wil je een tasje? Dat je denkt van, tuurlijk. Moet ik het zo meenemen? En wat als ik het als cadeau wilde geven? Het was heel raar. Heel, heel, heel raar iemand. Dus ja, als je naar deze winkel gaat, wees gewaarschuwd. Er is zeker één iemand die gewoon
ja, geen zin had in dingen verkopen daar. Ik ben ook naar natuurlijk de farmacia geweest. Tenminste, vooral heb ik maar één ding gekocht en dat was dit. Dit is de Sol de Janeiro nummer 068. Heb ik heel veel mensen horen raven about it, dat het heel lekker ruikt. Ik had wel spijt dat ik deze had meegenomen later, want ja, ik heb ook andere parfums en ik dacht, dit is echt gewoon zo'n mist. Is dit wat? Voor de mensen die mij kennen en weten, ik heb gevallen op mijn rug. Onze vakantie was eigenlijk een autovakantie, dus we moesten heel lang in de auto rijden en ja, ik had wel last van mijn rug door zo lang in de auto te zitten. Ik kwam dit merk tegen. Dit is Pure Essential. En je hebt een Cryo Pure Gel. En dit is meer voor warmte. En dit merk is zo, zo goed. Ik heb van alles gebruikt in Nederland. Allemaal merken, tijgerbalsems en alles. En alles heeft gewoon een heel kort effect op de spieren, op alles. En deze duurt echt veel langer. Echt een heel goed merk. Ja, spierpijn, rugpijn, alles wat een beetje pijn doet, kan je dit gebruiken. En volgens mij is het ook nog eens Belgisch. Zo waarschijnlijk ook gewoon makkelijk te vinden in Nederland. Omdat ik ben gevallen, dacht ik, ik ga op zoek in de Franse apotheek naar iets van collageen. Of iets wat, ja, bonen versterkt. En ik kwam deze merk tegen. Ik weet helemaal niet of dit wat is. Collageen, calcium en fosfor zou goed zijn voor, ja, de spieren, de botten en alles. Dus ik dacht, ja, misschien gaat dit mij ook helpen met het herstel, wat sneller gaat. Ook van dat merk heb ik ook in sprayvorm. Ik ben echt dol op dat merk, zoals jullie willen zien. Ook in sprayvorm heb ik deze van Pure Essential gekocht. Is ook echt makkelijk, want dan spray je alles gewoon zo. En natuurlijk, als je in Frankrijk bent, Biafine is het merk wat iedereen daar gebruikt voor brandwonden, schaafwonden, alles. En die van ons is ook bijna op. Bij de farmacie heb ik ook deze thermowater van Avène gekocht. En met name in de zomer is dit echt best wel een fijn iets om zo te sprayen. Ik vind het heerlijk. Dit is een nieuw SPF volgens mij. Van het merk Le Rosée. Het is SPF 50. En wat ik zo, zo fijn vind van deze is dat het in olievorm is. Je hebt niet dat white cast over je lichaam door SPF. Het is gewoon een mooie olie. En het geeft je huid zo'n mooie glans. Terwijl het ook beschermt. Zo, met name als je je bikini aandoet of gewoon strapless jurk hebt en je smeert dit, heeft je huid zo'n mooie glans en je bent ook natuurlijk beschermd met SPF. Zo, ik ben echt een fan van dit merk en hij werkt ook zo, zo goed. Mijn huid is geen enkel moment rood geworden en geloof mij, in Italië was het zo, zo warm en zonnig. So, het werkt ook heel goed en het is voor face, body en hair. Zo, ik ben ultra enthousiast op dit merk. Het wordt ook steeds donkerder in deze kamer. In ieder geval, ik hoop dat jullie mij nog kunnen zien. Maar dit is een heel goed SPF. Ik denk nieuw merk. Ik heb ook magnesium gekocht van dit merk. Ik slaap gewoon niet goed de laatste tijd. En ik heb heel veel merken in Nederland geprobeerd. Magnesium en ja, niks werkt echt heel goed. Magnesium is ook goed voor botten, versterkingen, etc. Zo, ik dacht, ik ga gewoon in Parijs een merk uitproberen. Van Caudalie heb ik ook hun Beauty Elixir gekocht. Dit is hun Travel Size. Ook van Caudalie is deze deodorant. Ik heb geen idee, maar ik zag hem staan. En ja, ik ben altijd op zoek naar een natuurlijke deodorant zonder alle troep erin. En ik zag deze, dus ik dacht, ja, let's try. Nog een SPF.
Het was zo zonnig daar. Dus dan ga je automatisch naar de SPF een beetje. Maar in ieder geval, dit merk, ik ken hem al heel lang. Koola is echt een heel, heel goed merk. En ik zocht iets voor mijn gezicht. Classic Face Mist. En ik zocht zoiets, want ja, je weet het, elke ochtend gebruik ik SPF over mijn gezicht. Dan make-up. Maar om 12 uur of om 2 uur is dat SPF van in de ochtend al, ja, vervaagd. Is niet zo, je bent niet zo beschermd als toen in de ochtend. Zo, ik zocht iets wat je kan reapplyen op je make-up, zonder dat de make-up helemaal alle kanten opgaat of niet meer mooi zit. En dit is goed voor op je make-up. Alleen dit was zo duur. Zo duur. Ik weet niet wat het was. Maar het was super duur dit ding. Zo, ja, wees gewaarschuwd. Als laatste van deze haul. Farmacie haul heb ik vitamine C. Pure is vitamine C gekocht serum. Ik heb retinol. Ik heb alle hyaluronzuur. Allemaal skincare producten. Maar ik heb niet een pure vitamine C. La Roche-Posay is eigenlijk een goed merk. Als je eenmaal mijn leeftijd hebt bereikt, vitamine C moet je ook echt wat vaker gaan gebruiken. Zo, ja. Nu voor de, ja, meest dure aankoop die ik heb gedaan. Ik heb iets bij de Chanel gekocht. En ik ga het nog niet unboxen. Ik wil het unboxen op TikTok en Instagram. Zo, ik ga het niet nu unboxen, maar ik nodig jullie uit om mij te volgen op TikTok of Instagram. En dan kan je de unboxing zien. Dan kan je zien wat ik heb gekocht bij de Chanel. Ik heb het nog niet eens geopend, want ik wil dat unboxing maken. Zo, ik weet niet eens of wat ik heb gekocht hierin zit. Want ze hebben het helemaal ingepakt. Zo, het is best wel scary. In ieder geval, dit was de hele haul van de dingen die ik heb gekocht in Italië en Parijs. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hou van dit soort video's. So let me know wat je vindt van dit soort video's. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En ik zie jullie weer heel snel. Bye!